Een dubbele slinger beweegt wanordelijk en onvoorspelbaar. Hoe goed je ook zoekt, er zijn geen patronen in zijn pad te vinden. Gelukkig is de wereld rondom ons wel gevuld met patronen. Een patroon is iets dat zich herhaalt. Ofwel in de tijd, zoals een slingerbeweging, of de trapbeweging van een fietser, ofwel in de ruimte, zoals deze Moorse tegelstructuren uit het Alhambra van Granada. Patronen ordenen en maken de wereld voorspelbaar. Er zijn overal patronen en we maken er dikwijls een spel van om ze te vinden. Welk getal is de volgende in de rij? Ons visueel systeem herkent zo goed als automatisch ruimtelijke patronen. De vlinder is heel symmetrisch. De zaden van een zonnebloem zijn geordend volgens spiralen. De structuur van een brug is heel herkenbaar. Fenomenen die zich herhalen in de tijd vallen ook snel op. Deze pulserende chemische reacties maken duidelijke patronen. Maar de tijdschaal is wel belangrijk. Het seizoenpatroon op jaarbasis valt ons nog wel op. Voor veel snellere of heel trage patronen hebben we speciale hulpmiddelen nodig. Met een slow motion camera kunnen we patronen vinden in een glas dat breekt door een geluid. Een timelapse opname helpt om het fascinerende leven van die anders zo levensloze zeesterren te ontdekken. De relevante patronen zoeken is een belangrijk onderdeel van alle stemdisciplines. In de 18e eeuw had men al ontdekt dat planten de lucht zuiveren. Een kaars brandt langer als er een plant in het reservoir zit. Maar de echte ontdekker van de fotosynthese is de Nederlander Jan Ingenhouse. Hij ontdekte na weken nauwkeurig experimenteren iets dat de andere onderzoekers over het hoofd hadden gezien. Planten maken enkel zuurstof aan als er zonlicht op de plant schijnt. Alle vingerafdrukken zijn uniek, maar als je heel nauwkeurig kijkt, dan vind je terugkerende patronen zoals lijneindes, bifurcaties of punten. Aan de hand van deze eigenschappen kan men de vingerafdrukken ordenen en uiteindelijk ook de dader vinden. Als er heel veel patronen zijn, dan is klassificeren de beste manier om toch inzicht te krijgen. Deze techniek wordt door alle stemdisciplines gebruikt. Maar dikwijls zitten de interessante patronen diep in de werkelijkheid verborgen. We hebben wiskundige technieken nodig om ze te ontdekken. Zo kon Galilei de valbeweging maar echt verstaan door die wiskundig te gaan beschrijven. Voor hem was het boek van de natuur geschreven in de taal van de wiskunde. Zonder wiskunde blijven we blind voor de meeste patronen. Ook technologie speelt een belangrijke rol om patronen te vinden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon Alan Turing de gecodeerde Duitse boodschappen maar kraken door zelf de eerste computer te ontwerpen. Dankzij de moderne computers kunnen we nu in veel grotere datasets op zoek gaan naar patronen. Nog nooit zijn onze rekenmiddelen zo krachtig geweest dan vandaag. Nog nooit was er zoveel data over zowel de microscopische als de macroscopische wereld beschikbaar. Die data lijkt op het eerste zicht even chaotisch als de dubbele slinger. Maar we weten dat ze nog miljoenen onontdekte patronen bevatten. Misschien kan jij ze helpen vinden.